Welkom bij u in de wijk Zuilen. Vandaag hebben we voor u de volgende onderwerpen. Het eerste item gaat over de vernieuwing van de watertoren aan de Amsterdamse Straatweg. Als tweede onderwerp heb ik voor u Bakkeliet speelt in Fort aan de Klop. Tot slot hebben we vandaag twee afleveringen van het Museum van Zuilen. Ik wens u veel kijkplezier. We zijn hier op de Amsterdamse Straatweg, bij de hoofdingang van deze mooie watertoren. Het icoon van Ondiep. ZEK architecten hebben hier een verbouwing gedaan. We zijn met ZEK architecten ooit, meer dan 15 jaar geleden, begonnen als architectenbureau. Ons eerste project was een watertoren. En sindsdien zijn we voor meerdere watertorens door heel Nederland gevraagd. En het is ook heel leuk dat we er eentje in Utrecht hebben mogen doen. Wat heel leuk is we hebben er woningen in gemaakt. Maar het idee is dat er op de begane grond een koffiebarretje komt. In de schacht van de toren zijn 3 appartementjes gemaakt, kleine studiootjes. En boven in het vat is de woning van de eigenaar met een fantastisch balkon wat uitkijkt naar de stad en naar de Domtoren. Het is een rijksmonument, dus ja, je moet met de ingrepen die je doet, moet je goed overwegen en goed kunnen beargumenteren. En wat we eigenlijk hebben gedaan is, het is altijd best wel een puzzel bij een watertoren. Van, ja, de toren is ooit gemaakt als een schacht met een trap naar een watervat. Dat was eigenlijk heel functioneel in gebruik. Maar nu is het een woning en wonen er meerdere mensen in. Dus moet je nadenken over een lift, over trappenhuis, over brandveiligheid. Dus het is altijd een hele puzzel om in een best wel kleine plattegrond dat allemaal te puzzelen. En daarnaast aan de buitenkant ingrepen te maken, nieuwe openingen te maken. Een watertoren is heel gesloten. Opening te maken met vensters die uitzicht hebben naar buiten. Dus die nieuwe insneden die zijn een duidelijke toevoeging. Maar ook de oude bestaande ramen zijn nog duidelijk zichtbaar. En wat heel leuk is binnen, ook in het vat, is dat we het vat als het ware hebben opengesneden. En naar buiten hebben gevouwd en die sluiten aan op de bestaande ramen. Dus door de oude ramen kan je nu door het vat naar buiten kijken op de stad. Dat vat, dat is dus de woning geworden van de eigenaar. Als het ware onder het vat komt hij binnen in zijn woning en dan gaat hij via een trap omhoog het vat in. En een staalbouwer is daar, een botenbouwer is daarmee bezig geweest om dat vat open te maken, in te snijden. Hij is aan het lassen geweest tussen de muur en het vat in om allemaal nieuwe constructie toe te voegen. En ja, dat vat is dus de woning geworden met slaapkamer, filmkamer, eetkamer. Alles zit eigenlijk in dat vat en dat is wel een hele bijzondere ervaring. En wat nog veel mooier is, als je boven het vat uitkomt, dan kom je in de eetkamer. Dan heb je eigenlijk de ramen die uitkijken over de stad. En op de allerbovenste verdieping hebben we een laag toegevoegd in het volume van de toren. En daar zitten daar ramen. Dat zie je ook als je wat verder weg staat van de toren. Maar daar heb je dus gewoon een panoramazicht over de stad van Utrecht. En dat is natuurlijk een geweldig uitzicht. Nog even een nieuwsgierigheidsvraag. Achter de watertoren is nog een braakliggend terrein. Gaat er nog wat mee gebeuren? Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Het terrein is inderdaad van de Amsterdamse Straatweg tot aan de Hyacinthstraat. En de watertoren is een woning met een aantal studio's. En we zijn aan de achterkant zijn we nog een aantal woningen aan het maken. Die zijn er nog niet, maar dat gaat de komende jaren gebeuren. Gymnastiekvereniging Sport Vereend, opgericht in 1933, een hele grote vereniging. En waar laat je die mensen nou mee bewegen? Tegenwoordig hebben we home trainers, noem het maar op, roeimachines, van allerhande middelen om bewegingen, spieren te ontwikkelen, bij te houden. Maar dat was het vroeger, was dat toch allemaal een brug te ver voor veel mensen. En wat moet je dan als gymnastiekvereniging organiseren voor je leden? En bedacht de kegels. Met deze kegels werden oefeningen uitgevoerd, waardoor je dus de bewegingen maakt
die goed waren voor je gezondheid en voor je lijf en leden. En mevrouw Mudde heeft ze bewaard en via via geschonken voor de collectie van het Museum van Zuilen. En ja, heel mooi op deze foto zie je dus de dames met hun kegels. Dat ze gaan beginnen met het jongleren ermee. Of dat ze er net de klus op hebben zitten, weet ik niet. Maar het is wel een mooie aanvulling op het plaatje. De kegels die gebruikt werden, deze dan door mevrouw Mudde bij sportvereniging. Om lichamelijke oefeningen soepel uit te voeren. Dus geen home trainer, geen racefiets, geen roeimachine, houten kegels. Daar kan het ook mee. Die rust op haar door God verlaten ziel, de lach op haar gezicht. We gaan vandaag kijken bij het bandje Bakkeliet. Zij treden op bij Fort aan de Klop. We gaan zien wat voor soort bandje dit is. Broos, het valt uiteen in de nacht. Bakkeliet, ja. Dat bestaat hoe lang nu? Nou, ruim een jaar. En het komt voort uit Karamba. Wij zijn als band al heel lang samen aan het spelen. Vroeger met Joris Linsen. Joris Linsen en Karamba. En dat is gestopt. Joris wilde wat anders gaan doen. En wij vinden het nog steeds heel erg leuk om samen muziek te maken. Dus wij hadden bedacht, wij gaan door. En dat doen we onder een nieuwe naam. En dat is Bakkeliet geworden. Het eerste idee was om allemaal liedjes te gaan spelen die we zelf mooi vonden. Dat was geen grens of zo, of het moet dat zijn, of het moet dat zijn, of het moet hip zijn, of het moet nieuw of oud zijn. We hadden zoiets van, we gaan gewoon dat kiezen wat we zelf leuk vinden. En in het beginsel waren dat best wel liedjes die men een beetje vergeten was. Dus wat ouder en zo. En toen had Kees op een gegeven moment bedacht, oh, dan is het misschien ook wel leuk als we een soort van grappige klassieke naam doen. En bakkeliet is natuurlijk een oude vorm van kunststof. En hebben wij dan als woordspeling hebben van de T hebben we een D gemaakt. En nou ja, dat was uiteindelijk gewoon een leuke naam. En we zijn nu een jaar verder en we spelen natuurlijk nog steeds covers, want we vinden dat gewoon heel erg leuk. Maar we zijn ondertussen ook eigen werk aan het schrijven. Dus het is nu een mix van eigen werk en covers wat we spelen. Alles draait om, alles draait om, alles draait. Wat verwachten jullie van zometeen? Ja, gewoon een hele fijne, gezellige sfeer. Ik hoop dat mensen veel mee gaan zingen, want we spelen best wel bekend repertoire. En nou, ik hoop dat ze het leuk vinden om te luisteren en dansen. En waarom treden jullie hier op? Nou, buitenfestivals is gewoon ontzettend leuk om te doen. En Fort aan de Klop is nou ja, een fantastische plek. Ik ken het goed, ook omdat mijn broer dan uitbater hier is. En we spelen hier al heel lang. We hebben al, ook met Karamba heel veel gespeeld. Dus het is gewoon een hele fijne plek. Maar waarom spelen jullie hier dan al zo vaak? We worden steeds teruggevraagd, dus doen we iets goed. En zulke plekken is gewoon fantastisch om te spelen. En hoe is Bakkeliet eigenlijk ontstaan? Kees en ik maken al heel lang muziek samen. En we hadden toen de bassist Jeroen Groenendijk erbij. En wat wij deden was dat wij gasten uitnodigden om met ons mee te doen. En daaruit is Karamba ontstaan. En uiteindelijk hebben we de band uitgebreid met percussie. En is die groter geworden. En zijn we gaan toeren langs theaters. En dat hebben we 24 jaar lang gedaan. En zijn we doorgegaan met Bakkeliet. Ik zag het niet meteen. Dat wat ik doe nog later zijn. Hoe ziet de toekomst van Bakkeliet eruit? Heel rooskleurig, ja. Ja, nee, we gaan echt boomen. We zijn booming. Het gaat echt heel erg goed. Het is heel erg leuk om te zien dat het heel goed gaat met het schrijven van eigen werk. Dus het is ook leuk om dan te merken dat andere mensen gaan schrijven binnen de band. En er komen hele mooie dingen uit. En de type optredens wat we krijgen is gewoon heel erg leuk. We gaan zo meteen naar Oerol. We hebben gewoon aan het eind van de zomer ook leuke plekken waar we mogen spelen. En vanaf 2025 gaan we ook weer het theater in. Dus het is gewoon, het is heel fijn om hier mee bezig te zijn. Alles draait om, alles draait om, alles draait om, ja. Ja, gentlemen. Ja, dit is in het Museum van Zuilen weer een nieuwe aanwinst die we hebben gekregen. En daar zijn we heel blij mee. In Zuilen is in 1950
de huisarts Dr. Vinkenborg begonnen. En al meteen na het begin begon hij ook met een soort van zuigelingenzorg en verloskunde. En dat heeft hij dus samen met zijn vrouw heel lang volgehouden. Maar zijn vrouw die ging de baby's wegen en meten. En de weegschaal waarop dat gebeurde, die is in het Museum van Zuiden terechtgekomen, geschonken aan het Museum van Zuiden voor de collectie. En daar zijn we heel blij mee. Vooral omdat op deze weegschaal heeft een heel groot deel van de Zuiderse bevolking heeft op deze weegschaal gelegen. Later is de praktijk van de dokter Vinkenborg overgenomen door zijn zoon Bert. En ook die heeft deze weegschaal gebruikt. En nog later werden dus de kleinkinderen van de dokter privé op deze weegschaal gewogen. Wat ik dus ook nog weer heel erg leuk vind is dat ik ben zelf natuurlijk ook patiënt geweest bij dokter Vinkenborg. Maar ook onze kinderen hebben op deze weegschaal gelegen. Heel bijzonder stuk om dat in de collectie van het museum te hebben. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat u met veel plezier hebt gekeken. Graag tot de volgende keer. Bye.